Yo, what's up? We zijn vandaag in Kozen en hier woont Janno. Janno is een leuke, vlotte Hollandse jongen die elke dag 5 kilometer moet fietsen om door weer en wind op school te komen. Gelukkig heeft Janno... denk aan namelijk Inge. Inge is een heel mooi meisje bij hem uit het dorp. Inge is lief, leuk, aardig en knap. En ik denk niet alleen aan haar tijdens het fietsen, maar ook tijdens schooltijd. En thuis, wat wel gek klinkt, terwijl ik aan het slapen ben. Moet wel goed filmen. Je ziet het, Janno heeft een flink te pakken. En nu al een jaar. Ze zijn... Topper is. Nee, dat durf ik zeker niet, want ik heb ook geen flauw idee of ze mij wel leuk vindt. Tja, in de liefde kan je maar beter duidelijk zijn. Wat niet geschoten, is altijd mis. Ik denk dat het tijd is voor actie. Vandaar dat ik een handje ga helpen. Janno, jij bent smal verliefd op Inge. Wat is er nou zo speciaal aan haar? Ze is aardig, ze is lief. Van binnen is ze ook wel grappig, want ze vertelt ook heel... Hode! Heel vaak kom ik in de klas en daar lacht iedereen dan wel om. Ik zat eerst op een andere school in Wijk-Kerkstede. Toen ben ik naar Koten verhuisd. Dus moest ik hier naar school, want ik zat toen nog in groep 5. Ik bedoel het niet lullig of zo, maar denk je niet dat Inge misschien alleen maar lief tegen je deed uit medelijden? Ah, de perfecte tijd voor een quiz. Nee, dat denk ik op zich niet. Nee, je had wel het gevoel dat ze jou gewoon leuk vindt als persoon. Ja. Ze was meestal ook gewoon tijdens de les aardig tegen me en niet alleen in de pauzes. Dus jullie waren eigenlijk ook wel gewoon goede vrienden voor je gevoel? Ja, dat klopt wel. Want we konden het goed met elkaar vinden. Nu zit je weer op je oude school. Gaat dat dan wel helemaal goed? Ja, dat is best wel fijn. Want op het begin, ja, jaar afwezig, wel weer apart dat je dan weer terug bent. Dus dan was er wel weer wat conflicten, maar nu gaat alles gewoon weer als het oude gevoel. Maar je mist nu wel Inge. Ja, dat klopt. Ik denk dat ik, omdat ik haar wel leuk vond, dat ik daar dan ook wat langer ben blijven hangen. Maar uiteindelijk was het toch te erg met pesten en dergelijke, dus daarom ben ik ook weer teruggegaan. Maar ik miste wel. Heb je nergens een foto van Inge? Ja, die staat hier op de computer. Nou, die wil ik wel even zien. Zo, ik kan me wel voorstellen dat je daar verliefd op wordt als je even oud als jou bent. Klopt. Mooie dame hoor. Zo, ik kan me wel voorstellen dat je daar verliefd op wordt als je even oud als jou bent. Klopt. Mooie dame hoor. Hey, en is ze nou ook populair bij andere jongens? Nou, nu je het eigenlijk nu zo zegt, er waren 2 andere jongens. Die waren ook verliefd op haar, maar nu niet meer, dus... Gaan we er werk van maken? Is goed. Let's go. Maar heb je eigenlijk een beetje ervaring in de liefde? Nee, dit is eigenlijk mijn allereerste liefde, waar ik echt verliefd op ben. Zo, dus je eerste grote liefde. Stel nou dat ze ja zeggen, jullie krijgen wat en jullie gaan laten trouwen. Want volgens mij wil je dat, als het je grote liefde is. Ja. Dan is dat de enige vriendin die je hele leven hebt gehad. Besef je dat wel? Ja, dat besef ik wel. Als we het nou hebben over verkering, hè, wat stel je dan nou voor? Maar dan wil ik gewoon leuke dingen met haar gaan doen en dan we vaker zien, meer tijd dan... Ja, meer zien. Of vond je dat niet tof dat, van dat pesten? Jawel, want dat is toen ook gebeurd. Ja, daarom. Ik wou het wel zo echt mogelijk houden. Zo. Ja. Hele mooie. Je moet je voorstellen, ik sta straks tegenover de, dus het moet een hele persoonlijke rap zijn. Misschien moet ik iets doen met... Luister goed. Mooi, hè? Top. Die hebben we. Give me some more. Ja, ik zat misschien ook wel een beetje te denken met allereerste liefde. Dat echt mijn allereerste liefde is. Oké. Of dat wil jij zeggen dat jij... Ja, omdat het je eerste liefde is... zeggen we eigenlijk in die tekst dat jij daarvoor nooit wist wat liefde was. Ja.
kijkt een beetje serieus. Ben je wel blij met de tekst? Ja. Ja, dat wel, maar ik vind liefde ook best wel een serieuze zaak. Vooral omdat het nu mijn eerste is. Ik begrijp het. Nou, dan ga ik hem extra serieus voor de rapper straks, ja? Ja. Succes. Jano, Inge is op dit moment in het boot, want het is ook een museum. Ik ga naar binnen, ik ga ons rappie voor de doen en hopelijk hebben we straks een dikke vette ja. Tenminste, jij moet een ja hebben. Ja. Alles goed met jou? Ja. Ik ben Jesse en ik ben hier omdat er een jongen is die helemaal gek op jou is. Hij heeft het jezelf nooit durven zeggen, dus vandaar dat ik hier ben. En ik ga een rap voor je doen en in die rap zitten al wat hintjes. Misschien dat jij dat weet over wie het gaat. Heb je enig idee wie het is? Nee. Dat is alleen maar extra leuk, toch? Ja. Wel leuk, toch, dat iemand zoiets doet? Ja. Oké, dan. Zijn speelse honden, saaie honden, lelijke en fraaie honden. Maar de allerliefste hond is Samson. Er zijn rustige en felle honden, langzame en snelle honden. Maar de allerliefste hond is Samson. Er zijn grote honden, rare honden, brave honden, rare honden. Honden net zo groot als ik en jij. Er zijn jonge honden, oude honden, fitte en fitte oude honden. Maar de allerliefste hond is hij. Samson is. Ja. Heb je enig idee van wie dit kan zijn? Jarno is bij ons van school afgegaan. Ja, dat zou zomaar zo kunnen zijn. Maar dat is juist het leuke van dit programma. Ik vertel dat pas als je met me mee naar buiten gaat. Let's go. Ja, Inge, dit is de man in kwestie. Ken jij hem? Ja. Wie is dit dan? Jarno. Goed zo. Nou, Jarno, deze oude romanticus en ik zijn de hele dag bezig geweest om sowieso een hele vette rap voor je te maken. En hij zou heel graag met jou naar de schaatsbaan willen en daar warme chocolademelk drinken. Gewoon een hartstikke leuke date. Maar wat hij eigenlijk wil, en dat is iets wat hij volgens mij nu al een jaar wil zeggen, dat is, wil je verkering met hem? Nee, ik vind het wel heel lief dat hij het voor me verregeld heeft, maar ik ben niet verliefd op hem. Nee. Nou ja, het is voor ons een beetje jammer natuurlijk, maar jullie kunnen altijd gewoon vrienden blijven. En nou, ga jij maar weer lekker naar binnen. Kun je genieten van je museumdagje. Dan gaan wij even wat drinken. Ja, dankjewel. Ik wil nog best wel een keer gewoon in Kote een keer met hem afspreken met nog een paar jongens, maar of meiden. Maar ik ben gewoon niet verliefd. Balen, hè? Ja. Had je het een beetje verwacht, of? Ja, dat op zich wel. Als nee is, is nee. Ja, is ja. Ik vind jou echt een hele volwassen gozer, weet je? Kom wel goed met jou, hè? Ja.